We staan hier op het symposium Bewust Ouder Worden. Rondom in de zaal staan allerlei standjes waar allerlei workshops en informatie te krijgen is. Dus het wordt vast een gezellige dag voor ons als ouderen met heel veel informatie. We zullen kijken wat het wordt. Dank u wel. Bij me staat mevrouw Bakker en die heeft een lezing gehouden. Kunt u een korte samenvatting geven van die lezing? Ja, we hebben het gehad over bewust ouder worden. Dat is het thema van dit symposium. En we hebben gekeken van wat gebeurt er nou eigenlijk in het land. Hè? Waar is het ministerie mee bezig met een programma wonen en zorgen. Te kijken van hoe kunnen we zorgen dat mensen bewuster gebruik maken van zorgvoorzieningen. Zodat het allemaal wat minder duur wordt. En dat we ook straks niet te weinig mensen hebben die zorg kunnen leveren. Maar ik heb ook al gezegd van er wordt heel erg gekeken, ook vanuit Den Haag, naar individuele mensen, wat wij allemaal zullen moeten doen om te zorgen dat de kosten omlaag gaan. Terwijl ik veel meer geloof heb in een krachtige samenleving en dat we als samenleving met elkaar verantwoordelijkheid kunnen nemen. Samen met de overheid, maar ook vanuit de samenleving zelf. Wat er zou kunnen gebeuren om gelukkig oud te worden. Daar is meer voor nodig dan alleen maar individueel kijken. Mevrouw Annema, u gaf een prachtige lezing. Kunt u in een stuk of wat woordje vertellen wat de kern van uw verhaal? Dat het zinvol is om na te denken over je levensverhaal. Om het pakkend te gaan verwoorden voor kinderen, kleinkinderen of gewoon voor jezelf. Omdat het een fijne bezigheid is. Uiteindelijk is het een speurtocht naar de betekenis van je bestaan. En dat wil iedereen toch weten. Wat is de zin van mijn bestaan geweest? Bij me staat in een workshop over computers en criminaliteit. Wat wilt u de mensen eigenlijk toevoegen aan een leven die je met een computer begint? Veilig internet. En dat de basis staat hier achter me. Dat je echt je computer up-to-date houdt. Dat je niet op verdachte e-mails ingaat. Niet op mogelijke prijswinnaars. Niet op WhatsApp reageert van zogenaamd familie. Want die vragen dan, ze zijn de telefoon kwijt. Ze moeten een nieuwe aanschaffen en ze moeten iets betalen. Of pa of ma eventjes wat geld over wil maken. En ja, dat gebeurt helaas. Nou zit je achter internet en dan komt er weer een pracht mailtje bij je. Direct reageren. Ja. Hoe kunt u nu eigenlijk controleren dat het mailtje vals is? Door naar de afzender te kijken. En als dat een niet vertrouwd e-mailadres betreft, dan klikt hem weg. En niet op een link klikken die in de e-mail staat. Dat is dodelijk. Bij me staat Marianne Frederiksen. En dan geeft het woord op bewegen. Wat is er nou zo nuttig aan het bewegen van de ouderen? Nou, ik ga het vertellen over het effect van bewegen. Nou, op je lichaam en op je mentale welbevinden. En daar vertel ik wat over. Maar ook het bewegen om het vallen te voorkomen. Dat is ook, ik zoom daar ook wat verder op in. Zijn er nog voorkeuren aansluiten bij sportgroepen, clubs, zwemmen, weet ik veel. Wat zou je als laatste advies willen geven? Ik heb de bewegers, die ligt daar op de grond, maar misschien kun je hem straks nog in beeld brengen. Daar staat een overzicht in van al het sport- en beweegaanbod in de gemeente Herrendoorn. Per kern en dan met intensiteitsindicaties. Dus daar kunnen mensen uit kiezen. Kunnen ze meenemen naar huis enzovoort. En ze krijgen van mij een placemat mee waarop staat wat eigenlijk wat je per dag zou moeten doen, om per week zou moeten doen om je gezondheid op peil te houden. Nou, die placemat, daar staan dus tips op. Nou, dat geef je, als je dat placement elke dag ziet, dan word je elke dag herinnerd. Oh, wacht even, ik moet inderdaad met die beweging van mezelf aan de slag om mezelf vitaal en gezond te houden. Dus vitaal, maar ook en zelfstandig te houden. Want bewegen is eigenlijk de beste medicijn en het makkelijkste wat je voor handen hebt om jezelf zelfstandig te houden in je eigen huis. Hartelijk dank. Graag gedaan. We staan hier op veilig en langdurig wonen. En zijn een workshop bij deze dag. Kun je kort vertellen wat nou eigenlijk de kernvoorwaarden zijn van veilig en lang wonen? Ja, het is zo, als we ouder worden, dan is er mijn ervaring dat de meeste mensen zich aanpassen aan de woning. Terwijl dat het anders moet zijn. We moeten de woning aanpassen voor ons. We worden ouder, het gaat soms wat moeilijker. En is de woning dan wel zo geschikt als we dachten dat die is? En dan denk ik met name aan niveauverschillen. Hoe kom ik bij de voordeur? Zijn er de hoge drempels?
Moet ik me nog douchen in een lichtbad of heb ik een mooie inloopdouche? Is de trap nog wel veilig? Is de keuken wel geschikt? Ik bedoel, laden in een aanrecht is makkelijker als deurtjes. Dus kijk naar die woning en is die woning wel geschikt zodat ik er veilig en comfortabel oud kan worden. Heeft u soms ook nog een adres waarin die adviezen gelezen of opgevraagd of met een huisbezoek kunnen? Zo'n woningkeurmerk, laat ik het zo maar stellen. Ja, dat verschilt per gemeente. Er zijn gemeentes die hebben er zelf of vrijwilligers voor. Of als je een aanvraag indient voor de WMO, dan krijg je ook een huisbezoek. De mensen kunnen het vinden op internet, denk ik. Ja, zeker. Ja. Hartelijk dank. Mevrouw Henk, u heeft hier op de workshop opruimen aan de orde gesteld. Wat is nou de essentie van opruimen bij oude mensen? Met opruimen kun je rust, ruimte, overzicht voor jezelf creëren. Er zijn mensen in de situatie dat ze kleiner willen gaan wonen of wat meer levensloopbestendig willen gaan wonen. En dan is opruimen wel vaak aan de orde. Ja. Maar ja, dan vraagt iedereen, wat moet ik opruimen? Heeft u daar goede advies voor? Ik zit boordevol adviezen, maar ik wil vooral eerst heel goed luisteren naar wat iemand wil met zijn huis. Wat belangrijk is, is veiligheid, hè? Dat je met een rollator door je huis kan, is dat het issue? Of zeg je van ik heb mooie verzamelingen, kunnen we die dan een mooie plek geven? Iedereen kijkt op zijn eigen manier naar spullen. De een heeft meer sentimentele waarde met spullen. De ander die is gewoon heel nuchter, praktisch en zegt van nou, de spullen die ik kan gebruiken, die mogen blijven. De rest gaat de deur uit. Ja. En dan komt er altijd een punt van achteraf van, hé, hey, waar is dat gebleven? Wat kan ik er nog vinden? En dan is het weg. Hoe gaat u daar nou mee om? Ik hoef daar niet mee om te gaan, hè. Ik overleg eerst altijd goed met de klant van, nou, mag het weg? Weet je het zeker? Ik kan eventueel ook nog even apart zetten in een doos met twijfel erop. En een datum van, als ik het over 3 maanden niet gemist heb, dan gaat het alsnog weg. Hè? Dus dat ook echt afspreken, die doos gaat weg. En ja, en soms moet je maar gewoon omgaan met teleurstellingen in het leven. En denken dat er zijn belangrijkere dingen dan dat ene item wat ik nu mis. Hartelijk dank voor zover.